Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemorgen, 4 HAVO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag doe ik een korte introductie van hoofdstuk 2 over intervalrotatie en over soorten stijgen en dalen. En dat hebben de leerlingen nodig om het huiswerk te maken voor de volgende les. Som 2, 7, 8, 9 en 10. Dus vandaar. Goed, eerst maar even de intervalrotatie. Een interval, lieve mensen, is gewoon een stukje van de getallenlijn. Interval is een moeilijk woord voor een stukje van de getallenlijn. En om te laten zien hoe de intervalrotatie werkt, ga ik gewoon even een getallenlijn tekenen. En dan teken ik wat stukjes daarvan en dan zeg ik erbij van hoe ze heten. Dus, dit is de getallenlijn. Hij loopt van min oneindig, maar ik begin bij min 3. Het helpt niet. Oké, zien jullie dat dit een getallenlijn is? Ja. Oké. Nou, stel je voor dat ik dit interval heb van min 1 tot 3. Dit is een interval waarvan de randen meedoen. De rondjes zijn dicht. En dit interval noteer je als min 1,3. Dit is dus niet 1 naar links en 3 omhoog. Dit is op de getallenlijn loop ik van min 1 tot 3 en de randen doen mee. Dit zijn rechte haken. En rechte haken betekenen dat de randen meedoen. Oké, maar meneer, zijn er dan ook intervallen waarbij de randen niet meedoen? Ja, die zijn er ook. En dat is bijvoorbeeld dit interval van min 2 tot 2. Je ziet dat ik open rondjes heb gebruikt. En bij het gebruik van open rondjes doen de randen niet mee. En dan gebruik je puntige haken. En dan doe je hier weer de linkerkant en de rechterkant. Mooi hè? Dus dit is het interval van min 2 tot 2. Maar de randen zelf doen niet mee. Oké. Dan zijn er nog twee bijzondere intervallen. Namelijk deze. Dit zijn alle getallen kleiner dan 1. En mocht je zeggen van, nou, ik kijk dit wel terug, dat mag best, maar hou wel even je mond. Kijk, alle getallen tot 1, die noteer je zo. Van min oneindig tot 1. En je kan misschien wel raden dat als ik alle getallen heb vanaf min 2, dat ik dat noteer als min 2, pijltje. Nou, dit is alles. Dus een stukje van de getallenlijn kan je op deze manier opschrijven. Dit heet de intervalnotatie. Dit interval heet gesloten. Dat is wel heel belangrijk, maar je moet het wel weten. Deze drie intervallen zijn open. En open dat is omdat het puntige haakjes zijn. Oké. Nou, en nu vragen jullie natuurlijk allemaal van, maar meneer, waar hebben we deze onzin voor nodig? Nou, daar heb ik rekening mee gehouden. Daarom doe ik ook meteen een stukje uitleg voor som 7, 8, 9 en 10. Want jullie moeten namelijk kennis maken met verschillende soorten stijgen en dalen. En die soorten stijgen en dalen herkennen in een grafiek. Dus ik ga eerst even vertellen welke soorten stijgen en dalen er zijn. Dit gaat even weg. Stijgen en dalen. Want misschien denken jullie dat je alleen maar hebt stijgen en dalen. Maar je hebt ook nog soorten stijgen en soorten dalen. En dat maakt het erg spannend. Het tekeningetje wat ik daarbij altijd maak, en dat heb ik geleerd van een leerling, is dit tekeningetje. Dit zijn de 4 soorten interessante stijgen en dalen. Deze is stijgend natuurlijk. Hè? En deze ook. En deze is dalend. En deze is ook dalend. Maar toch, lieve mensen. Nee, dat gingen we niet doen. Toch is er een verschil tussen deze stijgend en deze stijgend. Is er iemand die daar een opmerking over kan maken? Wat is het verschil tussen deze stijgend en die stijgend? Dat is een belangrijk verschil. Deze stijgt en die gaat steeds harder.
En deze stijgt, maar hij stijgt steeds minder hard. Deze heet toenemend stijgend. Toenemend stijgend. Dat kort ik af met TS. En deze is afnemend stijgend. En dat kort ik af met AS. En met dalend heb je dat ook. Kijk, deze daalt, maar hij daalt steeds minder hard. Dit is afnemend dalend. Dat kort ik af met AD. En deze daalt, maar gaat steeds harder. Zie je dat? Dat is toenemend dalend. En dat kort ik af met TD. Nou, wat je nou moet doen, is bij een grafiek herkennen wat voor soort stijgend en dalend je hebt. En dat moet je dan opschrijven als een interval. Dus ik heb hier een grafiek. En hij loopt dus hier eigenlijk oneindig ver naar beneden. En hier loopt hij ook heel ver naar beneden. En de vraag is dus, kan ik nu hier een stukje toenemend stijgend herkennen? Ziet iemand een interval waarop dit ding toenemend stijgend is? En als je het weet, mag je het zeggen. Er wordt goed gekeken. Dus toenemend stijgend. Ik zoek een interval waar die toenemend stijgend is. Ja? Tussen 3 en 5 of 2. Even kijken, tussen 3 en 5. Ja, precies. Want hier gaat hij stijgen en dan gaat hij steeds harder. Dus van 3 tot 5. En bij dit soort vragen doen we altijd open intervallen. Dus puntige haakjes. Toenemend stijgend. Is hij nog een keer ergens anders ook toenemend stijgend? Nee. Is hij een keer afnemend stijgend? Ja? Daar zal het begin, maar er staan geen cijfers bij. Nou ja, kijk, dit cijfer staat erbij. Dus dit is zo'n geval waarin je dat pijltje nodig hebt. Onder de 1 is hij afnemend stijgend. En hij is nog een keer afnemend stijgend, namelijk van 5 tot 7. Oké, nou ik wil hem wel even afmaken. Dus we gaan ook even kijken wanneer hij toenemend dalend is. Toenemend dalen, dus hij daalt en gaat steeds harder. Dat is van 1 tot 2. En dat is van 7 tot het eind van de tekening. 7 tot oneindig. En dan hebben we alleen nog afnemend dalend. En dat is er volgens mij maar 1. Dat is van 2 tot 3. Heb ik nu alles? Heb ik ook die van 5 tot 7? Ja, ik ook. Volgens mij heb ik nu de hele getallenlijn gedaan. Mooi, hè? Vinden jullie dit niet heel mooi? Zijn hier nog opmerkingen of vragen over? Hebben jullie het allemaal heel veel zin om het huiswerk te maken voor de volgende les op som 2, 5, nee, nee, som 2, 7, 8, 9 en 10? Yes! Oké, nou, dan gaan we afsluiten. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag! Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit, meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huils. Pieter, maak je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.